19 mei, de eerste digitale editie. Welkom op de BIT 2021. Arno Nienhuis is uh, directeur Talent Solution Business. Bij LinkedIn, wie kent het niet? En LinkedIn kan natuurlijk het beste kijken wat, wat professionals, wat organisaties met elkaar doen... om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe we talent in kunnen zetten in deze wereld. En hij heeft eens gekeken, wat speelt er in ons land en, en wat voor trend zien we? En welke kansen komen daaruit voort? Uw virtueel welkomstapplaus voor onze eerste gast, Arno Nienhuis. Goedemorgen. Goedemorgen uh, iedereen die online aanwezig is. Het is uh, uh, fantastisch om hier te zijn. En ik ben buitengewoon trots dat ik vandaag hier mag spreken op de Big Improvement Day. En mij is gevraagd om vandaag te spreken over de stand van het land. Maar ik wil iets preciezer zijn. De stand van het land vanuit de ogen vanuit LinkedIn. Want er is veel gebeurd de afgelopen jaren. En die ontwikkelingen die hebben een impact gehad op de arbeidsmarkt. Ik ga u dan ook vandaag meenemen met de trends die wij zien op de arbeidsmarkt en de trends die wij zien die de ontwikkelingen van werk aan het format geven zijn. Goed, ik ga gewoon beginnen. Misschien is het uh, uh, goed om, uh, voordat we, uh, de, in, uh, we gaan inzoomen op de trends, om even iets meer te vertellen over wat mij en mijn collega's iedere dag bezighouden. Waarvoor worden we nou iedere dag wakker en waar maken we ons hart voor? Wij geloven erin dat, uh, en onze doel is, dat wij willen economische kansen creëren voor uh, iedereen op de wereldwijde arbeidspopulatie. Dat is waar we ons druk voor maken. En dat is ook waarom ik zo trots ben dat ik hier vandaag op de Big Improvement Day sta. Want het gaat hier vandaag over kansen creëren. Het gaat hier vandaag over verbindenis. En vanuit die verbintenis ontstaan er kansen. Zoals ik zojuist naar Rolf heb geluisterd, het gaat om begrip, vertrouwen, verbinden. En dat is wat LinkedIn doet. Eigenlijk lijkt LinkedIn en Big Improvement hebben wel wat overeenkomsten met elkaar. De belangrijkste overeenkomst, en eigenlijk is dat onze missie. Als we gaan kijken naar onze missie, wat LinkedIn wil bereiken, dat is professionals met elkaar verbinden. En vanuit het verbinden, de wereld, de professionals productiever en succesvoller maken. Goed, voordat we die trends um, uh, in gaan zoomen op die trends. De slides doen het niet helemaal goed. Uh, ja, daar zijn ze. Voordat ik uh, in ga zoomen op de trends die we zien op de arbeidsmarkt, wil ik jullie iets meer gaan vertellen over LinkedIn. LinkedIn is een platform. Met maar liefst 756 miljoen leden. 756 miljoen leden wereldwijd. En iedere seconde komen er drie nieuwe leden bij. Dat betekent dat aan het eind van mijn presentatie we weer duizenden leden hebben mogen verwelkomen op ons platform. In Nederland praten we over meer dan 8 miljoen leden. Meer dan 8 miljoen leden zijn actief op het LinkedIn-platform. En dat op een totale beroepsbevolking van 9,3 miljoen. Dan kunnen we zeggen dat we een hoog dekkingsgraad kennen in Nederland. En vanuit die dekkingsgraad kunnen we redelijk nauwkeurig de arbeidstrends uh, signaleren. Maar niet alleen de leden zijn actief op ons platform. Naast de leden tellen we. tellen we. 57 miljoen bedrijven actief op ons platform. Die 57 miljoen bedrijven die posten dagelijks hun banen. Over kansen creëren gesproken. Op dit moment telt LinkedIn meer dan 15 miljoen banen op ons platform. En vanuit die banen destilleren we de skills. Wij kijken naar welke skillvaardigheden worden gevraagd door die werkgevers. En inmiddels Herkennen we op dit moment een 38.000 skills? Dat is interessant, want als we die skills herkennen, dan kunnen we de vertaling maken naar skillvaardigheid, naar online trainingen. En dat is wat we doen binnen LinkedIn. Wij vertalen die door naar trainingen die we samen opzetten met de beste experts uit de wereld, en die bieden we online aan, zodanig, zodanig dat leden hun skills weer kunnen opvijzelen. En hun kansen kunnen gaan vergroten op de arbeidsmarkt. En naast deze skills tellen we ook een 120 miljoen uh, aan onderwijsinstellingen. Scholen, universiteiten, alle type scholen. En bij elkaar zijn al die eenheden hebben een invloed, hebben een verbondenheid met elkaar op de arbeidsmarkt. Goed, deze data, deze inzichten. Die gebruiken we om de kansen te vergroten van onze leden. Om de kansen op succes te vergroten van bedrijven. En daarom delen we deze ook met plezier uh, met u. En vandaag wil ik een aantal trends met u gaan delen. Te beginnen met de LinkedIn hiring rate. Ik ga u daar zo meteen iets meer over vertellen. Dan de LinkedIn hiring trends. De trends die wij zien op de arbeidsmarkt. En de trends. Die van invloed zijn op de toekomst van werk. Laten we beginnen met de LinkedIn Hiring Rate. En ik zal u proberen uit te leggen wat de LinkedIn Hiring Rate precies inhoudt. U ziet hier een as, en um, de LinkedIn Hiring Rate. Die kijkt over een periode van en we hebben deze keer hebben we de periode genomen van november 2020 tot en met mei eh, eh, 21 en we kijken naar de hoeveelheid members die van werkgevers zijn veranderd, dus die op hun profiel hebben aangegeven dit is een nieuwe werkgever en tegelijkertijd ook een nieuwe functietitel. Dat aantal dat delen we door de totale populatie en dan komt daar een gemiddelde uit, een reed uit en dan. Um, kunnen we aangeven... als we een vergelijk maken met twee jaar geleden... of dat er daar een positieve trend te signaleren is... of een wat minder positieve trend. Snapt u het nog? Het is een misschien wat complex verhaal... maar eigenlijk geeft deze LinkedIn rate, hiring rate... geeft weer wat de bewegelijkheid is op de arbeidsmarkt. Hoeveel bewegingen vinden er op dit moment plaats... op de arbeidsmarkt? En als we dan gaan kijken naar... Omringende landen, dan zien we een aantal trends. Een aantal opvallende trends. We zien dat, we, overigens, we maken hier een vergelijk met twee jaar geleden, dus dat is voor corona. Maar dat is dat we min of meer weer terug zijn bij een periode voor, als voor corona. In januari zien we uh, hier een enorme piek. En wat we ook vooral zien, wat hier opvalt, is dat in de laatste maanden de uh, United Kingdom, Italië. In Frankrijk een positieve lijn naar boven zien. Als we gaan kijken naar de Nederlandse uh, situatie, dan zien we een iets gedemptere trend, maar niet negatief. Ik wil een positief insteken. Ook wij verwachten dat als we kijken naar de omringende landen, dat ook wij vanuit Nederland een positieve trend zullen, verder zullen gaan inzetten. En de reden waarom we dat verwachten is omdat de restricties langzaam ook in Nederland zullen worden losgelaten en dus die lijn verder zal worden doorgezet. Maar de vraag is, en dat is gevaarlijk om hier meteen een conclusie aan te trekken, er zijn meerdere facetten die zo'n grafiek kunnen beïnvloeden. Want de hoeveelheid vacatures, die zijn er wel degelijk in Nederland, maar de vraag is, hebben wij alle skills om die vacatures met elkaar in te blijven vullen? De toekomst zal uitwijzen hoe deze grafiek zal gaan verlopen in Nederland. Maar over de hele linie verwachten we, net zoals alle omringende landen wereldwijd, dat met het perspectief weer voor ogen en de, naarmate we weer uit de pandemie komen, dat de trend naar boven is ingezet. Andere inzichten die we vandaag met u willen delen zijn de LinkedIn hiring trends. De LinkedIn hiring trends. Zijn de trends, um, en hier kijken we zeg maar naar, de, uh, naar de vacatures uh, in Nederland. Um, en we, we kijken specifiek naar sectoren die uh, op dit moment de vacatures plaatsen. En op dit moment, het afgelopen jaar, tellen we meer dan 20.000 bedrijven die vacatures hebben geplaatst uh, en mensen hebben aangenomen. En de sectoren die de meeste vacatures hebben geplaatst, dat zijn de. Zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg, de software- en IT-service, de detailhandel, maar ook de bouwsector. De meest voorkomende banen, of de banen die het meeste zijn ingevuld, dat zijn de uitvoerende banen, maar ook engineering, salesfuncties, informatietechnologie en vanzelfsprekend zou je bijna zeggen de gezondheidszorg met verpleegkundigen en artsen. Als we verder gaan inzoomen op deze data, dan vallen ons nog een aantal zaken op. En een van de meest opvallende is eigenlijk wel dat werkgevers maken meer en meer gebruik van flexibele personeelsoplossingen. Flexibele personeelsoplossingen ongetwijfeld gelet op de arbeidsomstandigheden of op de marktomstandigheden, maar zien we dat bedrijven meer gebruik maken van detachering van contractors, dus wel werk in huis nemen, maar niet op de loonlijst zetten. Dus werving- en selectiebureaus hebben hier een belangrijke rol te vervullen. Ook zien we dat de part-timers op dit moment uh, aan het toenemen zijn. Part-time dienstverlening. En ook opvallend, en ik weet, daar wordt later vandaag over gesproken, stages. De hoeveelheid stages is ten opzichte van vorig afgelopen jaar met maar het liefst 25,1% gestegen. Daarentegen is fulltime en tijdelijke contracten zijn iets afgenomen met met liefst 4,4% en 5,6%. Goed, dat een aantal trends op de arbeidsmarkt. Maar ik wil ook met u een aantal trends delen die van invloed zijn op de toekomst van het werk. Want als we kijken naar het afgelopen jaar, dan zien we een aantal belangrijke transformaties plaatsvinden. Als eerste natuurlijk de digitale transformatie. De digitale transformatie is niet nieuw. Die is al voor corona is de digitale transformatie al ingezet. Met de komst van artificial intelligence, machine learning, is, die inzet, um, um, is, is er al een verandering gaande. Maar met COVID-19 is er een versnelling gekomen van deze digitale transformatie. Eigenlijk, daar waar we normaal jaren over deden, hebben we in een paar maanden met elkaar gerealiseerd. Digitale transformatie, data en technologie is hierbij elementair. Buitengewoon belangrijk. Maar die digitale transformatie heeft er ook voor gezorgd dat er een arbeidsmarkttransformatie heeft plaatsgevonden of aan het plaatsvinden is. Want door die digitalisering hebben we nieuwe skills nodig, andere type skills. Niet in één sector, in alle sectoren. Retail naar e-commerce, logistiek ook digitaal. Alles is digitaal geworden. Dat betekent dat er andere types skills nodig zijn in alle sectoren. Dus we zien dat er op dit moment een groot tekort is aan specifieke skills. Wat we ook zien is door de dood van George Floyd dat de afgelopen jaar meer en meer aandacht is gekomen voor diversiteit, voor inclusiviteit en voor het erbij horen. Nu belangrijker dan ooit besteden werkgevers meer en meer aandacht aan diversity. En tot slot zien we een werkplektransformatie plaatsvinden. Van de een op de andere dag waren wij ook binnen LinkedIn gedwongen om vanuit huis te gaan werken. Net als ieder ander kantoor. Remote en flexwerken zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uh, uit ons dagelijks werk. En als we dan gaan inzoomen op de trends die wij zien voor 2021. Dan zijn er een aantal trends waarvan wij denken dat die de toekomst van werk echt zullen gaan vormgeven. Als eerste, flexibel en op afstand werken is echt blijvend. Daar is geen discussie over. Dit zal blijven. Werkge werknemers hebben kunnen laten zien dat de arbeidsproductiviteit niet is gedaald, en werkgevers zijn meer en meer gedwongen om hun arbeidscontracten uh, 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 aan te passen. Aan te passen, want anders komt het talent niet meer. Als ik vandaag zou zeggen bij onze organisatie, jongens: we gaan weer fulltime werken. dan ben ik ervan overtuigd dat we heel veel talent zullen gaan verliezen. Het is niet meer denkbaar dat we fulltime op kantoren zullen gaan zijn. Daarnaast diversiteit. Diversiteit staat echt bovenop de agenda. De war on digital talent die zal alleen nog maar heviger geworden. Het bouwen van een eerlijke en inclusievere werkomgeving. Is meer dan ooit belangrijker dan, uh, dan ooit. Interne mobiliteit neemt toe. En bijscholing en omscholing zijn meer dan ooit noodzakelijk. En ik wil op een aantal van deze trends iets verder inzoomen. Als eerste diversiteit. Diversiteit is echt een bedrijfskritische noodzaak. Businessleiders hebben hier een belangrijke rol te spelen. Belangrijke rol om te kijken naar de wervingsprocessen, um, door die te herstructureren en te zorgen dat er voor, voor ingenomenheid, dat die echt wordt verminderd. 70% van de Nederlanders, van de business leaders, geeft aan dat ze diversiteit hoog op de agenda hebben staan. En learning and development zien we uh, activiteiten ondernemen om dit ook daadwerkelijk kracht bij te gaan zetten. En als ik zo naar de getallen kijk, dan denk ik, nou, we maken een hele goede sprong dit jaar, maar we zijn er nog niet. We zullen met elkaar nog meer stappen hierin moeten gaan maken. Als we gaan kijken naar de interne mobiliteit, dan zien we ook een opvallend gegeven hier. Met maar liefst 13% is de interne mobiliteit toegenomen binnen organisaties. Interne mobiliteit, ik zal hem toelichten. Interne mobiliteit betekent dat we medewerkers in organisaties andere carrièrekansen geven in de organisatie. Kortom, we faciliteren ze en begeleiden ze in het omscholen en bijscholen... zodanig dat ze ook in een nieuwe functie, nieuwe carrièrepaden... binnen de organisatie succesvol kunnen zijn. En maar liefst één van de twee uh, 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 businessleaders die wij spreken... die geven aan dat ze wat minder gefocust zullen zijn op externe werving... En door de dood eenvoudige reden is dat business gaan zich meer en meer realiseren dat er een echt tekort is aan talent. En dus is het veel beter om je te focussen op het talent in de organisatie. En dat niet alleen. Door je te focussen op het talent in de organisatie zul je zien dat je ook veel flexibeler, veel agile bent naar de markt toe. En dat is wat organisaties uh, uh, dienen te zijn en moeten worden. Twee van de drie. Uh, business leaders verwachten dat learning and development uh, uh, dat daar meer in geïnvesteerd gaat worden. Nogmaals, skills zijn belangrijker dan ooit tevoren. En dat geeft eigenlijk ook de volgende plaat weer. De volgende data. Dit is data van het World Economic Forum. Maar het World Economic Forum geeft aan dat maar liefst 54% van alle werknemers het komende jaar aanzienlijk moeten worden bijgeschoold of omgeschoold. 54 procent. Dat is één van de twee. Dit is een enorm getal. Mensen komen zelden binnen met de vaardigheden die we vanaf dag één verwachten. Er worden andere vaardigheden verwacht, omdat die hele transformatie gaat veel sneller. Dus de houdbaarheid van de vaardigheid die is ook vele malen korter. On demand en on the job leren is dus vele malen belangrijker aan het worden. En ik zou bijna willen adviseren, doe dat ook. Want door online te leren en door bij te blijven, zul je zien dat je kansen op de arbeidsmarkt aanwezig blijven. Samen, denk ik, moeten we de schouders eronder zetten. En dit is ook waarom ik zeg maar, vanuit LinkedIn uh, blij ben dat we deel uitmaken van de Big Improvement Day. Binnen de Big Improvement Day hebben we het over deze uitdagingen. Hoe gaan we zorgen. Dat, uh, dat we voldoende talent hebben en dat dat talent wordt bijgeschoold en omgeschoold. En we zijn aan het kijken hoe we nieuwe initiatieven kunnen starten. En overigens, initiatieven zijn we al gestart. Ik geef een aantal voorbeelden. Toen corona net begon, COVID-19, zagen we dat dat een impact zou gaan hebben op de arbeidsmarkt. Samen met Microsoft hebben we besloten om de top 10 meest gevraagde banen in kaart te brengen... En vanuit daaruit te kijken welke skillvaardigheden heb je nodig om die banen succesvol te kunnen vervullen. Samen met Microsoft hebben we een leerprogramma, een online leerprogramma hebben we ontwikkeld. Die we gratis aanbieden op opportunity.linkedin.com. Maar ook via www.werkeninhetvooruitzicht.nl. En wat we kunnen me meedelen is dat vandaag de dag al meer dan 600.000 mensen in Nederland deze opleidingen hebben gevolgd. Meer dan 600.000. Dat betekent dat we echt leergierig zijn um, en ook echt uh, deze slag willen maken. Maar niet alleen met of, uh, niet alleen met uh, Microsoft. Ook met TechConnect zijn we initiatieven gestart. Hebben we hebben ons gecommitteerd om TechConnect te helpen om meer mensen om te scholen naar techbanen, want daar is een groot tekort aan. En zo zijn we met tal van andere instanties in gesprek, bijvoorbeeld met een CAOP, eh, maar uiteraard ook met de uitzendwereld zijn we volop in gesprek om hier vorm aan te geven. Hoe mooi zou het zijn als we vanuit het Big Improvement Day al deze initiatieven met elkaar zouden gaan verbinden? En het tekort wat er is op de markt als het gaat om talent, dat we daar een oplossing voor gaan zoeken. Goed. Ik kijk er erg naar uit om de komende jaar in dit uh, Big Improvement Day, dus niet alleen een day, een jaar, om daar uh, invulling aan te gaan, maar een, een succesvolle invulling aan te gaan geven. Het is tijd uh, voor mij dan ook nu om, um, om af te sluiten. Maar voordat ik afsluit, geef ik u graag een boodschap mee. De Big Improvement Day is een geweldige dag. De meest positieve dag van Nederland. Waarbij eh, we met elkaar het gesprek aangaan over de arbeidsmarkt, over de economie, over het onderwijs, over het klimaat, over de voedingsindustrie. Nu zijn er tal van kansen, maar ook tal van verbetermogelijkheden voor bedrijven en talenten in Nederland. LinkedIn is bereid om en deelt graag met u de inzichten die wij zien op de arbeidsmarkt. Wij delen graag deze inzichten met u, eh, bedrijven. Om uiteindelijk de kansen te gaan zien, de kansen te gaan begrijpen en uiteindelijk de kansen te creëren voor iedere member op ons platform. Ik wens u een inspiratievolle dag toe en wens u heel veel plezier en succes vandaag met het vinden van meer improvements die de toekomst van Nederland en in de toekomst van Nederland het verschil gaan maken. Dank u wel.